We hebben hier gekeken in een avond waar zestal sportinstellingen zich hebben gepresenteerd. Ja, ik denk dat we wel kunnen stellen dat we over hele enthousiaste sportmensen beschikken in Schiedam en sportbestuurders. Absoluut, ja. En dit is ook nog eens, vind ik, een nog enthousiastere groep, want dit zijn jongeren. Als we de klassieke bestuurder zouden beschrijven, dan is dat toch een wat ouder persoon. Neem 55, 50 plus. En hier hebben we heel bewust gekozen voor juist jonge bestuurders of mensen met een ambitie voor een bestuursfunctie. Is dat ook de winst die je dan kunt halen op zo'n bijeenkomst en alles wat daaraan vooraf is gegaan? Ja, absoluut. Ja, dat zie je. Ik vind het eigenlijk nou leuk dat je het ook beschrijft. Je merkt het echt aan, vind ik, aan het type persoon, maar ook de energie die erin zit. En inderdaad het enthousiasme waarmee ze de plannen maken, maar ook willen gaan uitvoeren. Ja. Nathalie Gouwerleeuw, de sportwethouder, was hier vandaag ook aanwezig. Dat is denk ik ook belangrijk voor de feedback voor de bestuurders. Ja, over en weer zeg ik dan altijd. Enerzijds is dat voor de bestuurders belangrijk om te horen, nou, hoe doen we het en hoe valt het in de gemeente. Maar voor de wethouder is dat weer heel belangrijk deel van wat leeft er. En met wat voor ideeën gaan mensen op pad straks, waar ik ze hopelijk weer mee kan ondersteunen. En misschien nog wel aardiger, want je ziet een heleboel initiatieven op het maatschappelijke vlak. Waar moet ik ze nou aan verbinden? En bijvoorbeeld onderwijs of anderszins. Ja. Als je terugkijkt op dit project in Schiedam, hoe kijk je daarop terug? Ja, zo ook net afgesloten. Ik vond het heel leuk om te doen. Ik moet heel eerlijk zeggen, dit was de allereerste pilot die we deden in Nederland. Inmiddels zijn we op 9 andere plekken in Nederland gestart. En het is ook altijd wel even spannend. Van, gaat het wel lukken? En dat kan hem in een aantal dingen zitten. Te theoretisch. Ja, dat het niet aanslaat, heel simpel. Of dat er niet echt, vind ik, praktische ideeën uitkomen. En gelukkig is dat laatste, vind ik het allerbelangrijkste, is dat vanavond op die manier goed gekomen. Je hebt een presentatie gegeven. Als je dat in het kort moet samenvatten. Je zei daarin, ik heb een droom voor Juventus. Kun je kort nog uitleggen wat die droom inhoudt? Ja, ik wil met Juventus, ik hoef geen topsportvereniging te zijn. Maar wat ik wel wil is de spelers die we hebben en de coaches die we hebben gewoon de beste opleider te zijn voor hun. Om hun gewoon het beste aanbod te geven in hun latere basketbalcarrière. Nou, dat is een mooi streven denk ik. En denk ik ook waar je ook mee kunt aansluiten om jongeren ook weer te laten basketballen in Schiedam. Nou ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het heel belangrijk is. Je ziet ook vaak dat jongeren uitwaaieren. Terwijl ik denk als je een heel duidelijk beeld hebt met wat jij als vereniging waar je voor staat. Dat je die jongeren ook beter aan je kan binden voor een langere periode. Is dat ook belangrijk dat je zo'n boodschap ook weer meegeeft aan de sportwethouder die hier vanavond aanwezig was? Ja, ik denk dat dat zeker belangrijk is. Ik vind er wel, het is wel een vrouw die echt heel actief is. Veel luistert, veel doet. Maar ja, wat zij ook zei, wat ze teruggaf van ja, het is ook wel eens goed dat je misschien geen topsport wilt doen. En daar moet je misschien ook gewoon eens wat focus op leggen. De laatste vraag, wat wordt de winst van wat je vanavond hebt gedaan en wat je in de afgelopen periode hebt geleerd? Nou, wat de winst gaat worden is dat ik ook weer lekker zin heb om even naar buiten te treden. Met andere verenigingen aan de haal te gaan. Weer met de gemeente nog meer in gesprek te gaan. Dus echt nog meer naar buiten treden als vereniging en ons echt gaan profileren. Je hebt net een presentatie gegeven. Wat heb je daarin in het kort verteld? Daarin heb ik verteld het idee wat Ventura wil. We willen gewoon meer spelende leden hebben. We hebben daarbij ook een actieplan gepresenteerd. Want we hebben de afgelopen half jaar hebben we een project hier gevolgd bij de gemeente. En dan is het vanavond de avond waarop je dat moet gaan presenteren. Ben je daar nog zenuwachtig voor tevoren? Nee. Ik ben eigenlijk wat dat betreft een hele makkelijke presentator. Ik vertel gewoon een verhaal. Ik zie die dia's en ik weet wat ik wil vertellen. Nou, dan is dat het uitgewerkte plan. Maar ik neem aan dat jullie binnen de vereniging dan natuurlijk met een aantal mensen ook gewerkt hebben aan dat plan. Binnen dit project hebben we dit plan opgesteld. Daarom zijn we hier uitgekomen en bij onze vereniging is er al iemand mee bezig om dit allemaal op te stellen, zeg maar. Nu hebben we ook al andere ideeën, dus we zijn er druk mee bezig als vereniging. Nou, dat is goed om te horen, want het is ook voor jullie natuurlijk belangrijk dat je veel jongeren ook aan het handballen kunt krijgen. En we worden natuurlijk al geholpen door de prestaties van het Nederlands damesteam van vorig jaar en met de Olympische Spelen. Dus dat helpt allemaal wel natuurlijk. Maar goed, het kan altijd beter en meer natuurlijk. Wat hoop je uiteindelijk te bereiken met dit plan? De doelstelling van de vereniging is om 250 spelende leden te hebben. En eigenlijk in elke leeftijdscategorie twee teams te hebben, zodat we ook kunnen selecteren binnen die teams.
Nou, dan kan ik de vraag nog even stellen. Dan kan je dat ook buiten de presentatie nog even doen. Maar stel dat er mensen zijn die toch kennis willen maken met het handballen of bij jullie willen komen kijken. Wanneer kunnen ze dat het beste doen? Dat kan gewoon op een trainingsavond. Die trainingsavond die staan bij ons op de website. Dat is op hvventura.nl. Dus daar staan trainingstijden. En mocht er nog vragen zijn, kan er ook altijd naar bestuur@hvventura.nl gemaild worden. En dan is het denk ik zo voor jullie een goede avond hè, om de vereniging weer eens voor het voetlicht te brengen. Ja, nou ja, het is hartstikke gezellig zo. We zien inderdaad gewoon ook een aantal andere ideeën die dan overlappen met onze ideeën. Dus dat is op zich wel fijn en daar kunnen we ook wat mee als vereniging. Dus kom maar goed allemaal. Je hebt net een presentatie gegeven waarbij jullie ook het jeugdbestuur hebben geïntroduceerd. Ja. Dat is knap, want ja, besturen wordt over het algemeen toch gezien als dat zijn mensen op latere leeftijd die dat doen. En daarom is het mooi dat wij een juniorbestuur hebben. Ja, nee, dat zijn jongeren die ons project gedurende 2 jaar al hebben afgerond. En die nog steeds betrokken wilden blijven bij de stichting en nog iets terug wilden doen. En we kunnen dat heel goed gebruiken. Kijk, die jongeren hebben gewoon positieve, creatieve ideeën. Nou, en dat kunnen wij als jonge stichting natuurlijk heel goed gebruiken. En dan is het denk ik mooi dat je dat kunt vertalen inderdaad vanuit een bestuur wat voor veel jongeren denk ik toch iets heel theoretisch is. Ja, absoluut, absoluut. Nou, we hebben een goede begeleider erbij die de jongeren begeleidt. En we willen natuurlijk ook niet, ze hoeven geen moeilijke bestuurlijke vraagstukken te beantwoorden, maar we willen ze juist in hun kracht zetten, doen wat ze goed kunnen doen. En dat zijn nieuwe ideeën bedenken en wat heb ik nou zelf meegemaakt en wat kunnen we nou aan de andere jongeren weer teruggeven? En dat is precies het plan wat zij net hebben gepresenteerd. Ja, want dat is eigenlijk denk ik de kern van de presentatie die hier vanavond is gegeven. Hoe zet je een idee concreet om in iets wat je uit kunt gaan voeren? Precies. Vanavond zijn we hier bij een cursus modern besturen door NSC-NSF. En wij mochten een plan pitchen over hoe wij nou binnen onze stichting, met onze stichting weer een verandering teweeg kunnen brengen. Nou ja, we hebben onze jongeren daarvoor gevraagd iets uit te denken. We hebben ze natuurlijk een beetje erbij geholpen, een beetje sturen hier en daar. Maar ze hebben het plan zelf verder doorontwikkeld en daar ligt nu iets moois op tafel. En het is ook altijd leuk als de wethouder dat ook enthousiast ontvangt natuurlijk. Dus we zijn enthousiast. Ik kan de sportvraag ook stellen. Hoe hebben ze het gedaan? 3-0. Nou, dat is heel mooi. En wat dat er gaat, je geeft het ook aan. En je bent ook echt trots hoe ze het hebben neergezet hier vanavond. Kijk, sommige van deze jongens, dat is ongelooflijk. Die aan het begin, sommigen waren heel introvert, keken een beetje naar beneden. Die doen nu gewoon presentaties. Hop, gewoon voor een zaal, volle zaal. En ja, want dat is ook nog een dingetje, denk ik natuurlijk. Want je moet ineens spreken in het openbaar. En de wethouder sport zitten bijvoorbeeld. Zitten andere mensen die het allemaal gaan zien. Dat is nog wel even wat, denk ik, voor die jongeren. Ja, en dat is een van de resultaten van onze interventie. En dat is bijvoorbeeld het ontwikkelen van zelfvertrouwen. En dat doe je natuurlijk niet overnacht, weet je. Onze stichting die gaat 2 jaar met deze jongeren aan de slag. En dit zijn resultaten daarvan. Zelfvertrouwen, meer enthousiasme, meer dingen durven doen. Ja, van alles. Dus dat zien we hier vandaag heel mooi terug.